Ja, we zijn er klaar voor. Ik sta er zeker met een even goede conditie als vorig jaar. Dus ik kan wel zeggen dat het in orde zit. Wie zijn je grootste concurrenten vandaag? Sowieso Marianne Vos en Emma Johansson en enkele meisjes uit de Nederlandse hoek, toch? Is dit voor jou de belangrijkste wedstrijd van het seizoen? Toch wel. Samen met het wereldkampioenschap staat deze wedstrijd heel hoog aangeschreven in het vrouwenwielrennen. Het is heel speciaal, zeker als je met nummertje 1 op je trui gespeld staat, dan is het wel kippenvelmomenten soms. Dat is echt fantastisch en ja, ik voel het nu, elk jaar wordt het meer en meer. En, het heeft nooit zo druk geweest als deze jaar en dat is wel tof. Voel je je nu eigenlijk Belg of Zweedse? Ja, ik voel me een beetje van alle twee. Ja, in mijn hart, natuurlijk, ik ben Zweeds geboren, maar ik woon wel in België. En ik zit meer tijd in België dan wat ik in Zweden doe. Zodat, ja, ik voel me als een Vlaams Zweeds. Ja, de ronde is natuurlijk prachtig en voor ons ook een van de hoogste aangeschreven wedstrijden. Dus ja, dan wil je natuurlijk graag een keer winnen. Ik ben er een paar keer dichtbij geweest. En dit jaar is even de vraag, vorige week nog op de baan, hoe het dan nu gaat over de keien en de Vlaamse heuvels. Maar ja, we zullen wel zien. We hebben een sterke ploeg, nog meer kandidaten voor de overwinning. En we hopen Nederland bloeit op het hoogste treetje. De 8e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen die start in Oudenaarde. En ook daar staat bijzonder veel volk. 160 deelnemsters voor 130 kilometer, 12 beklimmingen in het totaal en 6 kasseistroken. Dat is het menu. We zitten op de eerste helling, de Rekelberg, na 20 kilometer. En daar gebeurt weinig. Alle favorieten blijven samen. Zelfs het ganse peloton komt samen over die Rekelberg. En dan gaan we richting Oude Quaremond. Dat is een andere koek natuurlijk. En daar zien we de forcing die gevoerd wordt door het AA Drinkteam. Een Nederlands team met enkele goede renners. Maar achteraan komen er problemen, vooraan gebeurt er weinig. Niemand geraakt daar weg. Het is ook nog ver. Hier ziet u dat er achteraan de mindere goden worden gelost. Op de Eikenberg een kopgroep van 25 met alle favorieten. Met Grace Verbeke, Marianne Vos, Emma Johansen. Ze zijn er allemaal bij. Allemaal dus op die Eikenberg. Allemaal? Nee, eentje heeft zich laten verrassen. Dat is de Belgische kampioen Lisbeth de Vocht. Die is niet mee. Die kan een ereplaats vergeten. En dan gaan er twee vrouwen in de aanval. Dat is Sarah Duster, een Duitse van het team Nederland Bloeit. En een Belgische, Ludivine Henrion. Een Waalse die nog Belgische kampioen is geweest. Die gaan er dus vandoor. We hebben nog een 50 kilometer te doen. De reactie is van Lieselotte de Croix, ook een Belgische. Op een minuut volgt hij. En dan zitten we op 40 kilometer van aankomst. Maar daar zijn we al op de muur. En Sarah Duster die rijdt weg van Ludivine Henrion. Ook Lieselotte de Croix kan niet aanpikken. De muur als scherprechter misschien. In elk geval Sarah Duster, dat is toch een van de schaduwfavorieten. Die zou het kunnen halen. De muur op 16 kilometer van het einde. Duster richting Kapelmuur. En ze heeft 1.15 op Marianne Vos, op Grace Verbeke, Judith Arendt en Emma Johansen. Al de favorieten in achtervolging op Duster. Het wordt nog een mooie finale. Of kan Duster het houden? Dat is de vraag. En dan één lijster dus, Sarah Duster op de Bosberg. Nog een vijftigtal seconden, maar we zien dat Duster aan het breken is. Ze is echt kapot. Het wordt nog een lange weg naar Meerbeke. En dan op 3 kilometer van het einde wordt ze gegrepen door een mooie kopgroep met de favorieten. Maar eentje gaat nog weg. Het is Tatjana Antoshina, dat is de Russische kampioene. En het Nederlandse in de reactie, Annemiek van Vleuten, ook weer van Nederland Bloeit. We zitten op de halve baan voor de sprint en het is Annemiek van Vleuten die het gaat halen. Antoshina heeft geen verhaal meer tegen die eindjump van Annemiek van Vleuten. En de Nederlandse wint tot haar grote vreugde de Ronde van Vlaanderen. Mooie overwinning, de mooiste uit haar carrière. Beetje verrassing, ze was in goede doen, maar toch blijft een verrassing. En dan de sprint voor de derde plaats, ook voor Nederland. Marianne Vos voor Emma Johansen en Judith Arendt. En Grace Verbeke, die wordt uiteindelijk zevende. Nog eens die laatste eindjump die de zege oplevert voor Annemiek van Vleuten. Nederland regeert hier in Meerbeke. Grote vreugde en
Het feestje wordt gevierd in het team van Nederland Bloeit. Ja, Annemiek van Vleuten wint dus de Ronde van Vlaanderen voor Tatjana Antoschina, Marianne Vos, Emma Johansson, Judith Arndt, Joël Numainville is zesde, Grace Verbeke zevende, Ludivine Henrion achtste, Noemi Cantele negende en Emma Pouli tiende. En we hebben drie van de dames uitgenodigd, Grace Verbeke zevende geworden, Marianne Vos derde en Annemiek van Vleuten. Winnares van de Ronde van Vlaanderen, had je dat gisteravond durven denken en vannacht durven dromen, Annemiek? Ja. Toch wel? Ik heb er wel van gedroomd. Ja? Ja. En was het realistisch? Ja, blijkbaar wel, maar... Ja, ik ben gewoon in goede doen. Vorige week in de wereldbekerwedstrijd voelde ik me al goed. Dus ik dacht, ja, we gaan een mooie wedstrijd van maken. Ja, dan moet natuurlijk alles mee zitten. Maar, ja. Alles zat mee en je reageerde ook heel alert op die uitval van Antoschina. Ja, we moesten de hele tijd al een beetje pareren natuurlijk, omdat de verdedigende reden voor onze ploeggenoot die vooruit was. Dus ja, eigenlijk... Maar dat pareren, was dat om je eigen kans te gaan of om Marianne in een zetel te zetten? Nou ja, beide. Het is natuurlijk voor de concurrentie is het lastig dat wij met z'n tweeën daar zitten. Met Marianne die een heel sterke sprint achter de hand heeft. En dan ben ik ook nog niet heel sloom. Ik ben ook wel redelijk rap. En, ja, en ik kan mee met die aanvallen springen. Mm-hmm. Dus dat zorgt ook voor verwarring, denk ik. Ja. Ja. Marianne, toen ik je zag kijken naar de beelden, naar de sprint, zag ik glinsteringen in je ogen bij de winst van Annemiek. Je geniet daar bijna evenveel van als je zelf had gewonnen. Ja, het is prachtig. Ik heb natuurlijk van een afstandje van achter de sprint kunnen zien. Maar nu de beelden van de finish is, ja, dat is geweldig. En nou ja, met overmacht zie je wel. Maar ja, Nederland bloeit hier toch mooi als eerste over de finish. En ik sprint er dan nog voor de derde plek. Maar de winst was al binnen. Mm-hmm. Grace, ben je tevreden over je race? Je collectioneert tegenwoordig ereplaatsen, hè? Je rijdt overal goed, maar die grote vis ontbreekt. Ja, nee, de grote fles ontbreekt inderdaad. Ik denk dat het is altijd pokeren is. Ik word wat meer reviseerd in vergelijking met vorig jaar. En als ik dan nog geen sprint in mijn benen heb, dan is het zeker al moeilijk. Mm-hmm. Ik zag een beeld bij de start van die reportage dat we bij de mannen nog nooit hebben gezien. Jullie warmen op de rollen voor een wedstrijd. Ik zag meisjes op de rollen rijden. Doen jullie dat ook? Ik doe dat ook wel heel regelmatig, ja. Dus gewoon om zeker niet van in de eerste meters slecht te voelen in de been te hebben, dan ze zeker al een keer gedraaid hebben. Mm-hmm. Die afstand is natuurlijk minder, hè? En dan kan het al sneller ontploffen. Ook. Ja, maar dat is typisch dameswielrennen, zullen we maar zeggen. Die doen er in sommige gevallen nog meer voor dan de mannen zelf. Ja, heel gedreven met hun sport bezig. We zouden die ronde graag eens live kunnen tonen, hoor. Maar het is zo moeilijk op de dag van de Ronde van Vlaanderen om twee captaties in de lucht te steken. Hè. Nu, de aandacht groeit wel, hè. Merken jullie dat? Ja, zeker ook voor de ronde natuurlijk. Op dezelfde dag als de mannen. Het publiek staat er al en dan leeft het ook echt. En voor ons is de ronde ook een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar met de wereldkampioenschappen. En nou ja, dat Grace vorig jaar won heeft ook wel wat goeds gedaan, denk ik. Toch een Belgische en Vlaamse die deze ronde heeft gewonnen. En we hopen natuurlijk de komende jaren dat het alleen maar groeit. En dat we misschien ook inderdaad wat meer op tv komen. Maar dit is al heel mooi en... Ja, dan rij je inderdaad, zoals je zegt, op de dag van de mannen, die Ronde van Vlaanderen. Dan staat overal dat publiek. Zorgt dat je beter rijdt dan in andere wedstrijden, Annemiek? Nou, beter weet ik niet, maar het maakt de wedstrijd wel echt veel mooier. Maakt het de pijn minder hard? Nou, ik vind wel, als je inderdaad de muur op rijdt, dan word je wel... Ik kreeg het wel mee in ieder geval, al het aanmoedigende publiek. En dat, dat geeft wel een extra stimulans. Ja. Ja. Dan kom je boven, weet je. Ik zit in een kans om de Ronde van Vlaanderen te winnen. En al dat publiek heeft mij hier net zo aangemoedigd. Dan kan er nog iets extra bij. Toen Duster weg was, hebben jullie op een bepaald moment getwijfeld? Die pakken we niet meer terug? Ja, ik was ervan overtuigd dat ze weg zou blijven. Ja, ja. En ik denk Annemiek ook. Ja. Mm-hmm. Dus, maar dat was ook goed. We hoorden dat ze wegreed van Ludivine. En nou ja, toen was het... Hopen dat ze het zou houden natuurlijk. Toen kwamen we eigenlijk heel rap terug. Hoe langer ze wegbleef, hoe beter voor jullie natuurlijk. Hè? Ja, wij zaten in een zetel. Mm-hmm. Wat was dat het cruciale punt in de wedstrijd? Die uitval van Duster, waardoor eigenlijk anderen het werk moesten doen? Wie heeft het dan gedaan? De achtervolging werd zo niet goed georganiseerd eigenlijk.
We zaten met drie meisjes van A, twee van Cervillo, maar het kwam er niet. En dan was het goed dat Lislot terugkwam uit de achtergrond en die ging er onmiddellijk terug tegenaan. In de hoop van terug snelheid bij ons in te steken. Maar dat gebeurde ook niet. Lislot kwam. Ja, en dat gebeurde dan ook terug niet bij ons. En dan was het terug aan mij om dat te doen. En ja, hier en daar, dat was het aan mij om te versnellen. In de hoop dat ik medewerking kreeg. En, maar eenmaal achter de muur, het was vol de muur op. En dan achter de muur mag je niet meer twijfelen. Dan hebben we gewoon vol gereden. Vooral met Emma Johansson en Emma Pooley. Mm-hmm. Ja, vandaar dat we toch nog Sarah Duster terugkregen. Ja, dat podiumplekje, dat was je duur, hè? Dat sprintje tegen Johansson. Je hebt al zoveel gewonnen in je carrière, Marianne. Maar je wou die derde plek absoluut. Ja, natuurlijk. Het is wel een wereldbeker. Het is wel de ronde natuurlijk. En dan wil je op podium. En zeker met twee Nederland bloeit op het podium. Dus vandaar. Maar het ging er nog wel op met Johansson. Ja, we moesten er nog wel flink om sprinten. Ja. Mannen, profs, drinken na zo'n ronde van Vlaanderen wel eens een leffe, een biertje. Wat gaan jullie vanavond doen? Geen idee. Wij gaan morgen terugkoers, dus dat zal er waarschijnlijk niet in zitten. Morgen terugkoers al? Ja, inderdaad. Waar? Dottenie, de grote prijs. Dottenie. Daags na de Ronde van Vlaanderen is er koers voor vrouwen. Rijden jullie daar ook? Ik niet, zij wel. Ik wel, ja. Dus daar word je morgen op handen gedragen. Daar word je gevierd als winnares van de Ronde van Vlaanderen. Ja, dan wordt dat maar een beetje de afterparty worden. Ja. Goed. Leider in de wereldbeker. Leider in de wereldbeker ook? Ja. Krijg je daar een mooie trui voor? Heb je die bij? Ja. Toon die maar eens aan de mensen. Oh ja, dat doet ons een beetje denken aan de wereldbeker vroeger bij de mannen. World Cup. Hele mooie trui. Ja. Vier op te zijn. We gaan alleen nog moeten drukken. Oh ja. Dus die mag aan bij de volgende wereldbeker. Dus, voilà. Annemiek, Marianne, Grace, bedankt voor jullie komst. Geniet van deze overwinning. Afspraak volgend jaar op het podium opnieuw, Grace? Daar gaan we voor. Oké. Okay.